De kaart brief staat voor een bericht en communicatie. Nieuws. In een brief staat nieuws en deze kaart staat dan ook symbool voor communicatie en berichtgeving. Wat voor nieuws komt er aan en hoe is dat nieuws te duiden? Deze kaart kan erop wijzen dat er bijvoorbeeld een brief onderweg is, een pakketje, een examenuitslag, een uitspraak van de rechtbank of misschien wel een gewonnen prijs. Wat is de betekenis en wat wil en kun je ermee? Hoe dan ook, je kunt berichten en nieuws verwachten in een bepaalde kwestie waar jij op dit moment in verkeert of een verrassend nieuwsbericht die je misschien niet had verwacht. Het is dus van belang om open te staan en ontvankelijk te durven zijn. Maar tegelijkertijd moet je wel oppassen voor kleine lettertjes, zoals bijvoorbeeld het tekenen van een overeenkomst of een contract. En blijf vooral realistisch. Steekwoorden: realistisch zijn, ontvankelijk durven zijn, nieuws, communicatie. Advies: het is tijd om eindelijk knopen door te hakken en een beslissing te durven nemen. Twijfel niet langer. Twijfel je over iets of zou je meer willen weten over deze kaart in betrekking op jouw situatie? Kijk dan op www.puurtarot.nl en vraag een persoonlijke kaartlegging aan een van de beschikbare kaartleggers.